Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag echt een verschrikkelijke ochtend gehad. Ik ga niet eens liegen voor jullie. Ik heb alleen maar lopen dweilen. Hier is mijn dweil nog. Want ik werd wakker. Ik zag echt allemaal voetafdrukken door het hele huis. En ik vond het al niet zo heel erg fris ruiken, als ik eerlijk moet zijn. En volgens mij is Lira gewoon aan de kattenbak gegaan. En heeft overal voetafdrukken met poep achtergelaten. Dus ik heb echt heel het lopen dweilen. Ja, dan word je al niet zo lekker wakker. Ik heb pas mijn eerste koffie gehad. Toen ben ik lekker gaan douchen en mezelf opgemaakt. Zodat ik me op zijn minst een beetje goed voel. Het is echt super lekker weer buiten. Ik heb even de poortjes schoongemaakt van Dinar en van Lira. Toen heb ik de deur open gedaan. Nu zit ze er echt de hele tijd buiten te spelen. Echt letterlijk, Dinar is echt zo erg aan het chillen in de zon gewoon. Heel aan het rollenbollen. Echt grappig om te zien. En ik heb een nieuwe verslaving op Netflix. Tiger King. Ik doe meestal nooit mee aan hypes. Ik kijk het altijd als het allemaal een beetje over is gewaaid. Maar ik vond dit echt gewoon heel erg cool om te zien. Er gebeuren echt zoveel bizarre dingen daarin. Dat je denkt van, dit kan toch gewoon niet echt zijn. Maar het is gewoon echt. Ik ben gelukkig nog maar bij aflevering 4. Dus ik heb nog een paar afleveringen te gaan. Dus heb ik ook nog een beetje een bezigheid hier nu. We hebben dus vorige week een nieuwe blender gekocht. En ik heb deze gekozen van Nutri Bullet. En ik vond deze kleur echt heel erg mooi. Het past bij de rest van de accessoires in mijn keuken. En ik ga een smoothie maken met amandelmelk, ongezoet, spinazie, avocado en banaan. Dit is echt zo handig. Het is avocado diepvries. En je weet dat avocado's eigenlijk helemaal niet zo lang goed blijven. Maar dat is echt zo'n ideale oplossing voor als je van smoothies houdt. En je krijgt daardoor natuurlijk ook een lekkere koude smoothie. En ik doe ook één dadel erin van dit merk, Eat Me. Zonder conserveringsmiddelen. Pas op dat je niet alles erin gooit met de pitten. Dat had ik namelijk gisteren. Ik dacht dat het dadels waren zonder pitten. Ik had het gewoon zo erin gegooid. Maar dat was niet zo'n goed idee. Het ziet er niet echt heel erg lekker uit. Maar ik heb het dadel eruit gehaald. En soms er ook nog een beetje harde stukjes erin. Dus die heb ik allemaal eruit gehaald. En dan doe ik het er zo in. Zo. Ik ga nu lekker met mijn smoothie. Even buiten zitten met mijn katten. Dan wil ik naar buiten, is de zon gewoon weg. De smoothie is trouwens echt lekker. Ja, kom weer naar buiten. Nou, Dina is buiten. Kom mee wandelen, Dinari. Kom. Kom. Hey. Oh, wil jij ook smoothie? Wil je ook smoothie? Nee, gekkie. Het is echt frisjes nu hoor, maar ik vind het prima. Ik weet dan de hele dag binnen zitten. Oh. Hallo, gezellig hè? Ik zie letterlijk mijn pyjama. Als buren langskomen, sta ik wel echt een beetje voor pauw. Want ik heb ook echt gewoon geen nette pyjama aan. Kom hier naar Harry, we gaan weer naar binnen. Kom. Was gezellig hè? Ja. Guys, kijk één keer wat er is binnengekomen. Eindelijk. Zoals jullie zien zijn mijn nagels echt er ernstig aan toe. Niet normaal, ik heb echt abnormale uitgroei. En ik heb dus een nagelset besteld. Ik weet niet of ik het al eerder heb verteld in mijn vlog. Maar ik heb een nagelset besteld waaronder zo'n elektrische vel. Gel lak met zo'n lampje en zo. En die is vandaag binnengekomen echt heel snel. Ik heb het als eerst bij Wish besteld. En toen zag ik het pas 2 maanden later zou binnenkomen. Toen heb ik het bij Derma Rolling besteld. En ik kreeg het 2 werkdagen later. Dus ik ben hier heel erg happy mee. Niet gesponsord. Ik ben gewoon echt heel blij. Volgens mij moet dit het lamp zijn. Yes. Dit is de lamp die ik ga nodig hebben. Hij is best wel groot. Oh, de nagelvel. De elektrische nagelvel. De elektrische... Woe! Nou, ik pak ook eens wat uit, jongens. 2 keer een gel lak. En allebei gewoon een nude kleurtje. Oh, deze kleur is echt heel mooi. Zo zien jullie het. Ik vind het echt een heel mooi kleurtje. Dan hebben we hier een cleaner. Die moet je volgens mij als je klaar bent met de gel lak en met de lamp. Moet je dit nog eroverheen doen. Nou jongens, ik heb alles even op tafel gezet. Alles klaargelegd. Even gekeken of alles werkt. Alles werkt. Oh, ik ben echt zo nieuwsgierig hoe dit gaat worden. Ik ga eerst maar starten met alles een beetje eraf te veilen. Want ik heb eigenlijk een BIA-behandeling gehad. Niet echt gel lak, maar ik kan het beter eraf veilen dan dat ik het in de aceton ga doen. Ik heb hier dus een base coat. Ik heb hier een top coat. Ik heb een nail widener. En ik heb een nagelolie.
klaar met mijn nagels. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Oké, ik vind het niet echt lelijk, want het is natuurlijk wel mijn eerste keer. Ik vind het best wel mooi voor de eerste keer. Maar het is gewoon niet wat het moet zijn. Het is gewoon totaal niet wat mijn nagelstel is en normaal met me doet. Dus ja. En ik vind deze hand natuurlijk veel mooier dan deze hand. Deze durf ik niet eens laten zien. Dit is echt heel ernstig. Deze hand is mooier gelukkig omdat ik natuurlijk rechts ben. En ja, links was echt zo moeilijk voor mij om te doen. Maar ik vind deze hand veel mooier. Ja, nu heb ik wel een beetje frisse nagels, maar... Ja, je ziet toch gewoon wel echt dat je een amateur bent. Ik heb echt trek en ik heb geen zin om te koken. Dus ik ga deze pizza even in de oven doen. Het is een pizza met een spinaziebodem. En deze is echt zo lekker, abnormaal. De pizza is ready. Hij zit uit de oven. Hij ziet er echt zo lekker uit. Nesmus is momenteel op kantoor en hij belde mij dat hij ook graag pizza wou. Dus ik ga even dit snel in de oven doen. En als het een beetje is afgekoeld, doe ik het even in een bakje. En dan neem ik het even mee voor hem op kantoor. Zo, ik heb de douche aangezet. Ik ga even binnen 10 minuutjes even lekker mezelf opfrissen. En dan rijd ik richting Nessie. Ik ben nu onderweg naar de McDonald's, want dat is tegenwoordig de enige plek waar je even een koffie kan halen. Starbucks is gesloten, wat ik echt heel raar vind, want... Overal waar je zeg maar kan afhalen is nog geopend, maar Starbucks is gewoon gesloten. Echt jammer, want dan kan ik dus als enige mijn amandelmelk krijgen met mijn cappuccino. Ik ga nu even lekker langs de McDrive, want dat is nog wel open, gelukkig. Weet je wat ik echt bizar vind? Hoe snel McDonald's altijd inspeelt op situaties en zo. Hoe snel ze allemaal dingen hebben gefixt om zo min mogelijk in contact te komen met de klanten. Ik weet niet of jullie al langs de McDrive zijn gegaan, maar... Het ziet er echt heel goed uit. Je komt helemaal niet in aanraking met de medewerker. En we hebben nu ook zo'n stok aan de pinautomaat. Iedereen draagt handschoenen. Ze hebben een soort van... wat is het? Ik weet niet wat het is, maar daar leggen ze dus je bestelling op. En dan moet je dat zeg maar zelf pakken. Dus ze geven de bestelling niet meer zelf aan je. Ik vind het gewoon echt heel erg cool hoe McDonald's zo snel is met alles altijd. Hallo, mag ik 1 grote cappuccino alsjeblieft? 1 grote cappuccino, ja. Dat was het, dankjewel. Met 2,95 mag ik een latte staan. Ja. Ik had echt te kijken, maar eerlijk, mijn nagels zien er voor de eerste keer echt goed uit. Oh. Ik wou net beginnen met filmen, heeft hij mijn koffie gewoon omgekiept. Sorry. Dan krijg ik een nieuwe. Van wie? ik ben nu bij Nessim en ik moest net dus 20 kaartjes invullen voor een challenge van hem. Want hij wil een challenge opnemen. Toen moest ik dus 20... namen opschrijven van bekende mensen. En ik heb echt gewoon allemaal heel verschillende mensen genoteerd. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed gaan hebben. Maar ik ben benieuwd. Ik heb het een beetje leuk. Moeilijk gemaakt. Ik heb heel beroemde mensen en ik heb heel kleine beroemde mensen. Kun je ook die andere challenge voorbereiden? Wat is de challenge? Wil je een cola van mij? Ja, tuurlijk een cola voor jou. Een tiny cola. Man, ik heb een aansteker nodig voor de dingen, man. Wat? Voor de geurtjes. Hebben ze in deze geval geen aanstekers? Nee. Voor het geval jullie denken, mijn man de hele dag aan het werk is op kantoor. Dit is wat hij aan het doen is. Mensen vragen mij wat je op kantoor doet. Ja, maar luister dan. Ik heb vandaag volgens mij 6 nieuwe ideeën bedacht voor de YouTube-video's. Dus kom nou. Hallo. Ga niet... Kom nou. Doe nou niet, hè. Kom nou. Oh. Concentratie. Nieuwe dingen gepakt, witch. Wij zijn thuis en 3 keer raden wat wij nu gaan doen. Tiger King, bitches. Wij gaan lekker pyjama's aan doen en dan gaan we... Deze zijn niet zonder dingen, hè? Wat? Zonder wat? Zonder pitten. Nee, ik heb verkeerd gezegd. Je zit tegen mij zonder pitten. Ik begin die ding te bijten. Ik had het ook in mijn smoothie gedaan. Echt stom. Ik ben bijna boos op die bedrijven. Er staat zonder conserveringsmiddelen en ik las heel snel zonder pitten. Echt dom, sorry. Ik bijt zo, ik krijg zo'n pit. Ik zeg, dat meen je niet, ik ga klachten niet doen. Of ik zie hier zonder conserveringsmiddel. Weet je wat ik had? Wat? Ik had op een gegeven moment in mijn smoothie gedaan. Dus ik drink en opeens allemaal van die brokjes in mijn smoothie. Oh, kijk dat wat er op de grond ligt, een tapijt. Hallo! Niet meer. In ieder geval, wij gaan onze pyjama's aan doen en dan gaan we 2 afleveringen van Tiger King kijken. Oh, lekker sfeertje in huis. Ons huis lijkt wel een tempel, jongen. Hallo! Hallo! En aangezien ik weer wat gezonder aan het eten ben, heb ik dit als snack gemaakt. Dat is wel eigenlijk ijs, maar ik heb hem overgehad om toch een salade te gaan eten.